Goedemorgen allemaal, welkom. Welkom bij dit eerste webinar na de zomervakantie. Ik hoop dat jullie allemaal lekker uitgerust zijn en er tegenaan kunnen het komende half jaar. Vandaag is de eerste webinar die we weer organiseren. En we gaan het komende half jaar iets anders doen. Dus waar we voor de zomervakantie alleen bezig waren met onderwerpen die we rondom Microsoft konden vormgeven, pakken we het nu nog breder op binnen het KPN Partner Netwerk. En zullen we ook onderwerpen gaan behandelen die bredere portfolio's aangaan. Connectiviteit, hosted telefonie, mobiel. Maar vandaag dus specifiek een onderwerp met Microsoft. Oh, gelukkig. Nou, ik zal je meteen kort naar voren roepen. Michel, fijn dat jij er weer bij wilt zijn. Helemaal goed. Veel van de mensen die kennen jou al. Je hebt natuurlijk voor de zomervakantie ook een mooi webinar met ons gegeven. Mm-hmm. Ik ben heel blij dat je dat vandaag weer met ons wil doen. We hebben drie onderwerpen op de agenda staan. Enerzijds korte terugblik op Microsoft Inspire. Het is alweer zes weken geleden dat we met elkaar onder de brandende zon in Las Vegas stonden. En daar jullie visie voor het komende jaar hebben mogen horen. Ja, net op tijd, hè? Want de week daarna was een soort van sprinkhanenuitbraak. Waardoor heel Las Vegas één grote sprinkhaan was. Ik zag de foto's voorbij komen. Natuurlijk het tweede onderwerp, de incentives voor Microsoft en ook voor onze partners. Natuurlijk heel belangrijk in het komende fiscale jaar voor jullie. En de Microsoft Partner Agreement. Maar laat ik starten met de voorstelronde die jij kan doen. Ja, dus ik ben Michel Bouwman, voor de mensen die mij nog nooit hebben gezien. Ik werk voor Microsoft Nederland. De officiële titel is Territory Channel Manager Modern Workplace and Artificial Intelligence. Die mag je ook meteen weer vergeten. Wat dat inhoudt is, ik ben eigenlijk de brug tussen partners en eindklanten. Dus enerzijds kijk ik heel erg van, wat voor oplossingen bouwen partners nou op Microsoft technologie en hoe krijgen we dat bij de juiste eindklant? En anderzijds, wat is de eindklantbehoefte, welke opportunity, welke mogelijkheden zijn er in die markt? Ja. En maken partners daar de juiste dingen voor? En ik doe dat voor de MKB-markt. Als Microsoft investeren we fors in de MKB-markt, ook in dit fiscale jaar. En ons fiscale jaar loopt van juli tot en met juni. Dus we zitten net bijna aan het einde van ons eerste kwartaal alweer. Ja, gaat snel. Wij investeren dit jaar heel fors in het MKB-segment. Onze missie als Microsoft Nederland is om Nederland die icoon te maken voor digitaal succes. En als je het mij vraagt, moeten we er dan voor zorgen, als we dat willen bereiken, dat we die motor van die Nederlandse economie meekrijgen. Dat is natuurlijk de MKB-markt. Dus mijn focus is MKB-markt, moderne werkplek, Office, Windows en een stuk security. En ik mag artificial intelligence daarbij doen. Cool, ja. En als we het over artificial intelligence hebben. Ja. Nou, kijk, we zien hier nu twee mooie afbeeldingen voor ons staan die tijdens de keynote op Inspire voorbij zijn gekomen. Ja. Wat ik in ieder geval de partners aan wil raden, volg ook de link die we mee zullen sturen in het slide deck. En kijk de hele keynote, of core note moet ik zeggen, kijk hem terug. Maar ja, zou jij hier iets bij willen vertellen? Ja, misschien goed om eerst te vertellen wat Inspire dan precies is. Dus Inspire is onze jaarlijkse partnerconferentie. Ja. Bijna alle business van Microsoft gaat altijd via partners. En wij gebruiken in de Inspire-conferentie, wat vroeger de World Partner Conference was, gebruiken wij om partners bij te praten over onze strategie voor het komende fiscale jaar, om te laten zien wat de opportunities zijn en hoe we verder bezig zijn met het ontwikkelen van de technologie. En dus zie je een paar dingen die er nu al zijn, maar je ziet ook dingen die er binnenkort gaan komen. Nou, bijvoorbeeld wat je hier ziet in het plaatje met het hologram, dus we hebben net de HoloLens 2 hebben we aangekondigd en uitgebracht. En wat je hier ziet is een van onze corporate VP's die een demonstratie geeft over hoe zij haar keynote kan presenteren in Taiwan, in het Taiwanese, met een hologram. Ja. En als je later het filmpje terug gaat kijken, dan zie je dus ook dat zij met haar stemintonatie, haar mimiek en de manier hoe zij normaal een keynote geeft of een core note geeft, precies hetzelfde in dat hologram is, alleen dan in een willekeurige taal. En dat is wel waar we naartoe gaan. We kunnen straks echt tijd en plaats onafhankelijk kunnen. Eigenlijk overal kunnen we zijn en onszelf vertegenwoordigen. Er is zelfs een onderzoek gedaan dat over zo'n 15 jaar onze hersenen 90% van alle hologrammas echt gaan registreren. Wauw. Hebben we nog een lange weg te gaan, maar dit is wel een hele gave demo om te kijken. In het andere plaatje zie je een ontwikkeling die we in Teams aan het doen zijn. Mm-hmm. Dus we investeren fors in Teams. Snelst groeiende applicatie nog steeds binnen Microsoft aller tijden. Als je ook ziet in het MKB hoe Teams nu geadopteerd wordt, het gaat echt heel hard. Mm-hmm. Dat ik mezelf een beetje afvraag, hoe lang gaat het nog zo hard? Want het gaat echt heel goed. En wat we hier doen is, we kunnen bijna door mensen heen kijken. Dus wat je vaak merkt is, als je een vergadering hebt, dat er een aantal mensen in de zaal zitten en er zijn een aantal mensen die bellen in. Mm-hmm. En het is ook vaak zo dat mensen dan een whiteboard in de zaal hebben en daar kan je niet altijd lekker op meekijken. Ja.
Dus hier kunnen we met een camera, die richten we op het whiteboard. En dat hoeft niet altijd recht te zijn. Misschien heb je Office Lens wel eens geprobeerd, de applicatie. Ja. Dus je kunt ook vanaf een hoek, kun je die camera op dat whiteboard zetten. En we kunnen dat whiteboard dan zo in beeld brengen dat het voor degene die niet op locatie aanwezig is, makkelijk te lezen is wat er dan allemaal op dat whiteboard staat. Ja. En dan heb je ook heel vaak dat de mensen voor gaan staan. De technologie helpt nu om door de mensen heen te kijken. Dus je kunt blijven zien wat de aantekeningen zijn. Zonder dat je altijd maar tegen de rug van die persoon kijkt. En dit gaan we redelijk snel uitrollen in Teams. De technologie werkt. Die is er. En verwacht dat we dat in de komende maanden dan daadwerkelijk gaan uitrollen. En dat is dan artificial intelligence op de achtergrond die dat faciliteert? Ja, dus het zijn cognitieve diensten in dit geval. Uh-huh. En die kunnen een analyse doen van wat staat er dan. En wat zijn dan de wijzigingen die er plaatsvinden. Om vervolgens die wijzigingen dan weer in beeld te laten brengen. Ja, waar ik ook heel enthousiast over werd was een uitgeschreven tabelletje. Als je daar een foto van maakt, dat hij het ook direct omzet naar echt een Excel-document, een Excel-tabel. Ja. En dat gaat je natuurlijk gewoon enorm veel tijdwinst opleveren. Ja, hoe vaak heb je niet dat je ergens een tabelletje ziet staan en dat je denkt, oh, die wil ik graag in Excel hebben. Nu maak je een foto ervan. Ja. En je plakt hem zo in Excel en hij staat daar niet als een foto, maar staat er inderdaad gewoon als tabellen. Onze visie is echt, en misschien is dat wel een mooie stap naar de volgende slide, is om het werken makkelijker te maken. Ja, ja. Ja, en voordat je hiermee begint, hè, want waarom ik heel blij ben dat jij er vandaag bent buiten, dat je natuurlijk ook gewoon een prettig persoon bent om hier in de studio te hebben, is de presentatie die je nu met ons wilt delen. Tijdens Inspire heb je een deel van wat je vandaag laat zien, of eigenlijk een deel wat je vandaag laat zien, komt uit je presentatie die je daar hebt gegeven aan een grote groep Nederlandse partners die ook zijn afgereisd. Ja. En ik werd daar heel enthousiast van, enerzijds vanwege de enorme kans die er voor ons ligt. Maar ook omdat Microsoft zich echt aan het focussen is op de MKB-partner en die dat natuurlijk vervolgens weer doorbrengt naar zijn MKB-eindklant. Ja. Ja, ik denk dat daar ook voor ons de grootste kans ligt. Hè. Dus de penetratie van Office 365 in Nederland is vrij hoog. Dus we zijn een redelijk mature land als het gaat om de penetratie van Office 365. Er ligt nog genoeg greenfield of white space, hoe je het ook wil noemen. Dus er liggen nog genoeg kansen. Maar het is wel zaak dat partners zich gaan onderscheiden. En dan komen we daar wel op terug. Wat we proberen of wat we doen met Microsoft 365 en voor de mensen die niet weten wat het is de combinatie van Windows 10 in de business variant met Windows 10 Pro, in combinatie met Office 365 Pro Plus, in combinatie met onderdelen uit Enterprise Mobility and Security, die hebben we bij elkaar gebracht als één SKU, die heet Microsoft 365 Business, er zijn ook twee Enterprise varianten. En die Business SKU gaat geloof ik voor zo'n €18 verkoopt die. Daar hebben we al die dingen ingestopt met het idee dat het een heleboel diensten bij elkaar kan brengen. Ja. Wat ik nu vaak zie als ik bij klanten ben of als ik met partners praat, is dat ze veel verschillende oplossingen moeten managen. Dus ze managen enerzijds Office 365 en dan is er misschien nog een device management product wat er gebruikt wordt en een los antivirus en misschien los iets voor de andere management tools die er genoeg zijn in de markt. Ja. En dat het beheer daarvan erg arbeidsintensief is. Dus het is moeilijk om al die dingen goed te beheren. Maar het is ook moeilijk om alles daarbij goed te ontsluiten, waardoor er vaak security gaps ontstaan, omdat er zoveel verschillende diensten aan elkaar worden geplakt. En we proberen met het integreren van die workflows en de security en die één gebruikerservaring door heel die suite heen, proberen we het makkelijker te maken. Niet alleen voor die eindklant, maar ook voor die partners, zodat je uiteindelijk winstgevender kunt zijn. Omdat je resources en andere dingen kunt steken. Ja, en ik denk ook dat je daar een mooi onderwerp aan snijdt. Want als ik met partners spreek, dan hoor ik overal, we hebben mensen nodig. Meer mensen nodig, we kunnen ze nergens vinden. Ja. En volgens mij draagt dit daar ook echt aan bij om dat uiteindelijk makkelijker te maken. Ja, we hebben het in Nederland over de war of talent. Dus het gevecht om talent. Dat is echt een feit. Maar als je nu de tijd die je bezig bent met immigratie of implementatie, als je die zou kunnen halveren of meer schaalbare oplossingen kunt verkopen, dan ben je veel effectiever en kun je dus veel meer klanten aan. Ja. En we zien dus ook dat partijen die focussen op het toevoegen van diensten en waarde aan eindklanten, dat die harder groeien dan mensen eromheen. We hebben, ik denk, zo'n 7000 moderne werkplekpartners in Nederland, wat superveel is. En dat betekent dus dat de concurrentie heel zwaar is en dus moet je je gaan onderscheiden. Ja. En ik kom bij veel partners en mensen die mij vaker hebben gesproken, die hebben me dit vaker horen zeggen. En dan vraag ik, wat is nou je unique selling point? En dan zeggen ze bijna allemaal, wij ontzorgen onze klanten. Ja, dat is tof, daar mag je trots op zijn. Maar er zijn er nog 7000 die dat doen. Ja. En dus moet je je echt gaan onderscheiden. En wij praten heel vaak over verrassen. Dus hoe ga je die eindklant, hoe ga je die nou verrassen? Toevallig stelden we gisteren aan een partner de vraag, wanneer heb je voor het laatst een klant verrast? Mm-hmm. En wat was dat dan en wat was de reactie?
Daar moesten ze letterlijk een paar minuten over nadenken. Dus ja. Stel je die vraag ook zelf, hè, van oké, wat is nou de laatste keer dat ik een klant echt heb verrast? Nou, dat is wel de fase waar je toe moet, want dan ga je waarde toevoegen. En dat hoef je niet alleen te doen. Ja. Dus ik zie ook dat veel mensen die verkopen dan de licentie en doen de migratie. En dat doen al die andere partners ook. Maar ga nou kijken hoe je samen met een ISV bijvoorbeeld die aan gamification doet. Of die een platform bouwt met content. Of die misschien een goede plugin heeft voor een bepaalde industrie. Ga daarmee samenwerken om te kijken hoe je inderdaad waarde gaat toevoegen aan een specifieke eindklant. Ja. En dat op een schaalbare manier, zodat je veel klanten tegelijk kunt raken. Dat is denk ik belangrijk. We hebben een onderzoek gedaan. En de MKB-klant is bereid om steeds meer geld uit te geven aan IT. Dus we zien dat dat nu ongeveer op zo'n €45, zo'n $50 per gebruiker per maand zit. En dat is een stijging van 22% ten opzichte van hetzelfde onderzoek wat we een jaar geleden hebben gedaan. Ja. Dus je ziet dat er een soort van awareness komt bij eindklanten dat IT niet alleen een kostenpost is, maar dat het ook een manier is om effectiever te werken en om veiliger te werken. Ja. En daar gaan we vandaag ook nog kijken. Dus er zijn twee belangrijke strategieën die we vanuit Microsoft hebben. Enerzijds is het veiligheid en anderzijds is het samenwerken of teamwork, zoals we het noemen. Mm-hmm. Veiligheid, denk dan bijvoorbeeld aan Windows 7, wat binnenkort end of service gaat in januari. En okay. Dus zul je als partner, zul je nu al moeten gaan beginnen, als je dat nog niet hebt gedaan, echt wel moeten beginnen om je klanten te helpen om te zorgen dat ze gaan migreren naar Windows 10. Omdat ze anders straks een product dragen waar geen diensten in zitten. Ja. En je dus geen service meer op zit. Ja. En dus een veiligheidsrisico aan het lopen met. Ja, ik krijg hier ook een vraag binnen. En dat is heel fijn, want ik kan ook nog even inzoomen op hetgeen wat ik bij de aftrap ben vergeten. Jullie hebben ook de mogelijkheid om vragen te stellen. We zullen ze ook direct in de uitzending meepakken. Nou, de vraag komt van iemand die ook de vorige webinars erbij is geweest. Dus fijn dat hij mij erop wijst. Dankjewel. De vraag is dan, is er een manier om te zien welke klanten die ik heb, dus de partner stelt de vraag, ja. Die nog Windows 7 hebben, om die op een of andere manier naar voren te krijgen? Kunnen jullie daarbij helpen? Nou ja, super goede vraag. Ja, dus dat kan. Dus er zit in Partner Center. Dus als partner heb je toegang tot Partner Center. Daar kun je een aantal dingen vinden. Billing informatie, je profiel, je competenties, daar zit van alles in. Er zit ook een tapje in, als ik me niet vergis, heet het analyse of analyses. En dan ga je naar verkoopkansen of klantverkoopkansen. Het heet iets in die richting. Okay. En dan kun je op verschillende scenario's, dus onder andere op misschien contracten die verlopen, op SQL wat end of service gaat, maar ook Windows 7 end of service, een kans voor Microsoft 365, een kans voor Office 365 en zelfs voor EMS, kun je op klantniveau zien. Dus je gaat naar Partner Center, analyses, verkoopkansen, iets heet het. Ja. En daar klik je en dan zie je precies welke klanten er nu nog Windows 7 draaien. En daar kun je dus mee aan de slag gaan om te zorgen dat je die gaat upgraden naar Windows 10. Mooi, ik zal de exacte link ook even meesturen aan het einde van het webinar. Ja, ja, helemaal goed. Nou, laten we eerst eens kijken naar security. Ik presenteerde deze slide in ons afgelopen fiscale jaar ook op een onderzoek van het jaar daarvoor. En toen was het eerste cijfer nog 43%, 58% inmiddels van alle hacks vindt plaats op de MKB. Wow. Klant. En dat is een hoop. Ik had er vanochtend weer een. Via een partner zei, hey, we hebben een klant die is gehackt. Wat nu? Nou, we hebben gelukkig goede logs om te kijken wie dan wat doet in je systeem. Dus het security center is wel zo sterk dat we dat kunnen achterhalen. Mijn eerste gok, en ik heb de eindklant nog niet gesproken. Mijn eerste gok is dat dingen als multifactor authentication en advanced threat protection. Ik zal zoiets meer vertellen. Is redelijk laaghangend fruit wat je zo kunt aanzetten bij je eindklant om dit soort dingen te voorkomen. Maar 58% van de hacks zijn ze op het MKB. En de gemiddelde schade van een MKB'er is ongeveer een ton per aanval die er is. Ik vind die fors. Ik vind hem ook fors. Maar dan ben ik dus in dit geval van die klant. Ik heb gehoord dat er facturen aangepast zijn. En dus het rekeningnummer is veranderd. En er zijn dus bedragen overgemaakt naar een ander rekeningnummer. Ja, maar denk ook aan die imagoschade. Ja. Nou, als jij zaken doet met een bepaalde partij en je hoort dat die partij is gehackt en je vertrouwelijke informatie is gelekt, ja, ga je dan nog naar dat whatever, naar die accountant gaan of ga je misschien naar een andere accountant? Ja, en al in al blijkt dus uit dat onderzoek dat er zo'n ton aan schade is. Overigens geen Microsoft onderzoek, het is een Kaspersky onderzoek. Ja, ik heb hem ook in de bronvermeldingen erbij gezet. Ja. Ongeveer een ton is eraan schade en dat is echt veel geld. Ja. Ja, dat is echt heel veel geld. En we zien dus ook dat het vaak bij klanten ontbreekt het heel erg aan kennis. Ja. Dus daar ligt de rol voor de partner om te zorgen dat die eindklant die kennis krijgt of dat je hem helpt met verschillende tools. Ik weet niet of je de Secure Score kent.
in Office 365. Ja, dus als je in de admin portal gaat van Office 365, dan staat er een secure score. En dat is een score waar je een aantal punten kunt halen. En hoe hoger het aantal punten, hoe veiliger het is. Ja. Bedenk wel, als je secure score 100% is, volgens mij 700 punten uit mijn hoofd, betekent het niet dat je super secure bent en dat je nooit meer gehackt gaat worden. Want dat menselijke aspect is nog super belangrijk. Ja. Maar je kunt in ieder geval de kans kun je een stuk kleiner maken. Ja, die reduceer je. Wat hier leuk bij is, het eerste webinar waar we mee zijn gestart, even nog januari, februari uit mijn hoofd, was samen met Martin Vliem. Mm. En die heeft ons daar ook heel mooi doorheen gelopen. En daar hebben we ook een vijfstappenplan voor gemaakt. Top. Die jullie ook nog terug kunnen kijken via webinartv.nl. Ja, dus echt een aanrader om die eens terug te kijken. Ja. Om een idee te geven, daar staat dus, stel een multifactor authentication staat niet aan. Daar staat er dus, wat je kunt doen is multifactor authentication aanzetten. Gezondheid, dat is iemand, ik weet niet of jullie dat hoorden. Multifactor authentication aanzetten. Daar zie je dus wat de impact is op secure score. En je ziet ook hoeveel geld het kost. En hoe technisch ingewikkeld het is om dat soort diensten aan te zetten. En dat is met een klikje. En dan zie je als partner ook hoe je dat moet doen, mocht je die kennis nog niet hebben. Ja. Om je klant aan te helpen om die secure score te verhogen. Maar de moraal van het verhaal is, je moet dus als partner, zit daar echt een opportunity om je eindklant te informeren over security. Ja. Je kunt daar hele practices omheen bouwen. Dus daar moet je denk ik ook over nadenken. Hè, van hoe kan ik nou niet over de Office 365, Word, PowerPoint en Excel als binnenkomen bij die eindklant? Maar hoe kan ik daar een propositie, misschien een security propositie omheen bouwen, die misschien wel security as a service is voor een vast bedrag per maand, waarbij je die klant belooft dat je haar of hem helpt om die secure score te verhogen. Ja. Met makkelijke dingen die je dan kunt doen. Dus kijk goed waar de opportunity is. We hebben best wel veel assessments ook. Dus een security assessment. Als je naar je favoriete zoekmachine Bing gaat en je doet daar, ik weet niet waarom je lacht, het was geen grapje. Sorry. Als je daar naar de security assessment gaat zoekt, dan krijg je daar de security assessment te zien. Kun je klikken. Dat is wel leuk. klikken en dan loop je in een aantal simpele stappen loop je door die assessment heen. En kun je je klanten goed advies krijgen. En wederom, je kunt daar dus diensten omheen bouwen waar je als partner ook geld aan kunt verdienen. Ja. We hebben veel tijd gestoken in het verrijken van Microsoft 365 Business. Feedback die we bij de lancering zo'n 1,5 jaar geleden kregen, was dat er niet genoeg EMS-componenten in zaten. Dus die hebben we de afgelopen periode toegevoegd. Dingen als conditional access, wat dus betekent dat je kunt bepalen wanneer mensen wel en niet in een document mogen. Dus dat kan zijn op de eigen wifi-connectie hoef je geen multifactor authentication te doen. Als je buiten wifi bent, maar wel in Nederland, mag je met multifactor erin. En als je vanuit een ander land wilt inloggen, dan mag dat niet. En dat kun je doen met conditional access. Advanced Threat Protection zit daarin. Wat betekent dat als iemand een mailtje krijgt met malware erin. En het is wel leuk, als je EMS hebt uitgerold bij je eindklant, zit er een tool in waarbij je een soort van nieuwsbrief kan sturen naar al je gebruikers die in de tenant zitten. Mm-hmm. Met een stukje malware erachter, nep natuurlijk, om eens te kijken hoeveel mensen er daadwerkelijk op die link klikken. Ik kan je vertellen, in iedere organisatie is er wel iemand die altijd op iedere link klikt. Ja. Maar als je klikt op die link, dan kom je naar je browser en je browser zegt dan, hey, hier is malware gedetecteerd, dus we gaan dit niet voor je openen. Het kan met Advanced Threat Protection, Windows Defender, onze virusscanner, multifactor authentication. Niet alleen voor je Office 365 omgeving, maar ook voor alles daaromheen. Dus mocht je nog wat on-prem hebben of misschien wat andere SaaS applicaties die je gebruikt, kun je die dus ook met MFA kun je die ontsluiten. Data loss prevention. Mm-hmm. Mocht je gevoelige informatie delen, zegt het systeem dus, hey, deze informatie mag je niet delen. Als ik jou mijn creditcardnummer zou delen, dan zegt Outlook tegen mij, of Teams zelf zegt tegen mij, hey Michel, je probeert creditcardinformatie te delen. Dat gaan we niet doen, hè vriend. En dan gaat dat er daadwerkelijk niet doorheen. Dus daarmee voorkom je dat je data gaat. Dus de kans wordt veel kleiner dat er iets fout gaat. Kans veel kleiner dat er iets fout gaat, inderdaad. Maar ook het secure van devices, waarvan ik denk dat het voor het KPN Partnernetwerk heel erg interessant is, omdat ze veel mobiele telefoons en sims natuurlijk verkopen, is nu kun je ook die mobiele telefoon en die tablet kun je gaan ontsluiten. Ja. Policies daaroverheen laten komen. We zien dat gebruikers bereid zijn om bijvoorbeeld een Face ID of een Touch ID of een zescijferige code te gebruiken om die telefoon van de zaak dan te beschermen. Ik kom nog best wel veel telefoons tegen
Waar mensen gewoon privé of zakelijke mail op hun privételefoon hebben. En op het moment dat ze dan naar dienst gaan, hebben ze nog steeds toegang tot de e-mail. Ja. Nou, dit zijn dingen die je met Intune zou kunnen vervangen. Er zit een volledige versie overigens van Intune. Zit er in Microsoft 365 Business. Ja. En daar hebben we onlangs Shared Computer Activation toegevoegd. En we hebben de publieke preview is beschikbaar van Windows Virtual Desktop. Onze Virtual Desktop oplossing die eerst in beta zat, is nu in public preview. En kun je dus al gaan testen. Voorlopig nog geloof ik zelfs gratis vanuit de Azure portal. Om eens te kijken hoe dat voor je werkt mocht je met hosting business bezig zijn. Ja, mooi. En ook daar even kort op inhaken. We gaan ook een aantal tech sessies organiseren de aankomende maanden. En Virtual Desktop is daar een van de onderwerpen van. Ja, ja mooi. Zie je, dus we gaan toch heel, ik schrok een beetje in het begin, maar we gaan toch heel veel Microsoft webinars doen. Ze zitten er voldoende bij, Michel. Dat was het security stuk. Als we dan de stap maken naar teamwerk, zien we... En dat merk je denk ik ook wel in je dagelijkse werk. En de mensen die kijken ook... inmiddels zijn 72% van de gebruikers werken niet altijd op een vaste locatie, maar werken ook veel buiten. Ja. En vaak ook allemaal op mobiele telefoons. Dus we krijgen steeds meer mobiele werkers. En dat betekent dat je dat moet ontsluiten. En dat is dat kan soms best lastig zijn, maar we werken ook steeds meer samen. 80% van de tijd spenderen we aan samenwerken. Ik zit inmiddels in, ik denk, 4 of 5 virtuele teams. Ja. Dus ik heb mijn eigen team, waar we samen rapporteren aan één manager. En dat is dan een channel manager team. Maar ik zit ook in een moderne werkplek virtual team. En ik zit ook in een virtual team met jullie zelfs. Dus niet alleen intern, maar ook met extern. Ik zit in een virtueel team rondom artificial intelligence. Ja. Dus je hebt allemaal virtuele teams en je werkt steeds meer samen. En we zien best wel veel organisaties stoeien. Over hoe kan je dat nou zo laten verlopen, dat dat allemaal soepel gaat. En dat je effectiever gaat samenwerken. Ja. Met ons doel, en als je kijkt naar onze missie, to empower every person and every organization on the planet to achieve more. Dus niet zozeer to do more, maar meer gewoon kunnen bereiken. Dus hoe kunnen we mensen nou helpen om daadwerkelijk meer te bereiken met onze tooling? Waarbij Teams natuurlijk een hele belangrijke is. En volgens mij heb jij daar een mooi nieuwtje over. Ja, mooi dat je hem toch even inbrengt. Ja. Vanaf morgen hebben we de Teams Trunk live, dus direct routing gekoppeld aan Teams. Ik deed tijdens een van de vlogs in Inspire deed ik de belofte dat hij voor het einde van de zomervakantie live zou zijn. Okay. Ik heb wel moeten wachten tot de laatste van de 3 lichtingen in Nederland, maar het gaat lukken. En het nieuwsbericht daarover versturen wij morgen naar onze partners, maar... Bij deze, vanaf morgen, gaat het zo zijn. Ja, en dat betekent dus ook dat je kunt gaan bellen vanuit Teams met je op het KPN-netwerk. Ja. Okay. Nou, een fantastische ontwikkeling. Wij zien daar in Microsoft zien we dat de telecommarkt is een fantastische groeimarkt voor ons. Mm-hmm. Dus wij als Microsoft zijn ook super blij dat dit nu zover is. En kijk je uit naar wat jullie partners daar allemaal mee gaan doen. Ja. Hoe kan je nou als partner meer geld verdienen aan samenwerken? Ik zie steeds meer partners die zeggen, hey, we vragen minder geld voor migratie en we gaan meer geld vragen voor adoptie en verandermanagement. En want daar zit nu het geld. En wederom onderscheidend vermogen ten opzichte van die 7000 collega's die je nu in de markt hebt. Ja. Dat is niet altijd even makkelijk. Want verandering, iedereen vindt verandering leuk, totdat er iets verandert. Right? Klinkt heel herkenbaar. Ja. Totdat er iets verandert. En daar zitten best wel modellen achter. Wij organiseren ProSci-cursussen waar je het ADKAR-model gaat leren. En dan ga je dus echt leren hoe je menselijke verandering kunt drijven. En daar kun je wederom een heel nieuw businessmodel omheen bouwen. Om je te onderscheiden van alles wat daarheen gebeurt. Maar kijk naar dingen als meeting management of oplossingen in Teams op maat. Ik ken een partij die doet aan gamification. Dus daar leren we middels gamification hoe mensen onze technologie kunnen gebruiken. En dat werkt allemaal in Teams. Mm-hmm. En die verkopen ze white label, verkopen ze die aan partners. En dat betekent dus dat je wederom, waar ik het net al over had, over die bouwblokken die je kunt toevoegen aan je huidige propositie, een extra bouwblok wat je erop kan zetten voor een paar euro extra per maand, waarbij die klant dus gaat leren hoe hij de tools gaat gebruiken die hij heeft gekocht. Ja. En uit onderzoek blijkt ook dat klanten, eindklanten, daar steeds meer behoefte aan hebben. Van, hey, ik heb nu iets gekocht, maar wat kan ik er nou eigenlijk mee? Want we weten allemaal, Office 365, en zeker Microsoft 365, is lang niet alleen maar Word, PowerPoint, Outlook en Excel. Er zitten allemaal diensten omheen. En hoe gebruik je die nou? Maar vooral, hoe gebruik je die samen? Ja. Misschien ben je al zover dat je Power Apps gaat gebruiken. Wat een fantastische, krachtige set aan tooling is. Nou, als je dat bovenop je diensten kan maken, kan je wederom onderscheiden van alle concurrenten die er zijn. Mooi. En als je naar kijkt, hè, want heb je daar ook voorbeelden voor? Of kunnen we op een of andere manier onze partners helpen om daar makkelijker mee aan de slag te gaan? Ja, dus ik denk dat dit voorbeeld van gamification is er eentje. Waarbij je vanuit een bot in Teams missies meekrijgt. Ja. Samen met je teamleden
ga je dus een missie doen die bijvoorbeeld slimmer vergaderen is. En dat gaat dus niet alleen maar over klik hier in Teams, maar het gaat ook over hoe bereid je een meeting effectief voor. Niet zozeer op technologie. Dus natuurlijk staat erin, hey, gebruik OneNote om dit te doen. Maar ook, hoe ziet een fatsoenlijke agenda van een vergadering eruit? Hoe zorgen we ervoor dat acties actionable zijn, zodat we er actie op kunnen ondernemen? Wat is het voordeel van een daily stand-up? Dus het zijn dingen buiten technologie, meer op de menselijke kant. Ja. Die dus allemaal in teams terechtkomen en je dus missies kan spelen waar je punten voor kan krijgen. En hoe meer je punten je hebt, hoe hoger je in de ranglijst komt. En dat maakt jou de beste van de organisatie. Maar is het eigenlijk als doel om die eindklant efficiënter en slimmer te laten werken? Technologie op zich is geen doel, hè? En dus ik zeg altijd, een eindklant respecteert technologie niet. Het maakt die eindklant helemaal niks uit wat het is of hoe het heet. Dus gewoon dat advocatenkantoor moet steeds meer en effectiever kunnen werken om meer klanten binnen te halen. Ja. Een accountancykantoor moet steeds meer portfolio's in beheer krijgen om nog meer winstgevend te worden en meer geld te verdienen. En technologie is daar een middel, maar geen doel op zich. En dus denk ik dat er als partner en ook als Microsoft een grote kans ligt om die klanten te laten zien hoe gebruik je de technologie nou zo optimaal mogelijk. Mm-hmm. Om te zorgen dat je die core KPI's die je hebt als organisatie, dat je die gaat halen. Ja, dus los van technologie. Wij praten ook, als je bijvoorbeeld de core note kijkt, dan gaat het bijna nooit over de specs van technologie. Maar meer over hoe kun je de technologie nou, de technologie nou gebruiken. Mooi. Ja. Hoe ga je dan starten? 1. Kom niet binnen over Word, PowerPoint en Excel. Probeer binnen te komen bij het over de Teams en over samenwerken. Er zijn goede tools, wederom je favoriete zoekmachine Bing. Teams adoptie, daar krijg je een hele guide over hoe je in 30 dagen je eindklant volledig Teams kan laten adopteren. Is gewoon een stappenplan waar je doorheen komt over wat je aan de technische kant moet doen en wat je dan aan de menskant moet doen om te zorgen dat ze de technologie kunnen gaan adopteren. En we zien dat klanten dat kopen. Dus ze kopen dat sneller dan dat ze zeggen, oh, we doen maar gewoon Office 365 en we gaan dan weer hetzelfde doen. De tweede is waar we het in het begin over hadden. Kijk nou over naar wat er nog voor oude technologie draait. Er zijn twee belangrijke momenten die eraan komen. Mm-hmm. 1 is Windows 7, wat end of service gaat in januari 2020. Wat dus betekent dat we geen support meer gaan leveren op Windows 7. En de andere is Office 2010, wat in oktober van volgend jaar end of service gaat. En wat ook ervoor gaat zorgen dat de koppeling met Office 365 niet meer gaat werken als je nog Office 2010 hebt. En dat in combinatie draait met Office 365. Dus dit is voor een partner een gigantische kans om nu de upsell te doen naar Windows 10 en de upsell te doen naar Office 365. Of nog beter, om dat meteen te combineren naar Microsoft 365. Ja. Als we weer de stap terugmaken naar het Partner Center, daar zie je dus ook een tapje met Microsoft 365 en waar dus de kansen zijn. En die berekenen we op basis van een tool, dat heet bij ons Cloud Ascent. Mm-hmm. En Cloud Ascent is een propensity model die redelijk kan voorspellen wanneer een klant klaar is om een bepaald product te gaan kopen. Ja. En daar kijken we naar interne en externe dingen. Dus we kijken naar wat voor marketing content is een klant nu aan het kijken. En is hij dan klaar om daadwerkelijk een product te kopen of niet? Gaaf. Dus dat is super. Dus weet je, daar kan je meteen mee aan de slag om te kijken of dat in je base zit. En security, daar hebben we het eerder over gehad. Bouw dus een practice rondom security. Security as a service. En ga aan de slag met enterprise mobility en security. Of wederom, werk samen met een partner die daar heel goed in is. Ja. Dus je hoeft niet alles zelf te doen. Hè? Dus we hebben op Inspire hebben we veel tijd gestoken aan het concept rondom tech intensity. En tech intensity is het adopteren van technologie, mm-hmm. het bouwen van technical capabilities met trust als soort van randvoorwaarde. Ja. En dat adopteren hebben we het over gehad. Het maken van technical capabilities hoef je niet allemaal zelf te doen. Dus je kunt kijken van welke partners zijn er nou in de markt. En daar kunnen ze jullie heel goed voor gebruiken, denk ik. Welke partners zijn er nou in de markt die bijvoorbeeld een security practice white label aanbieden, die we dan vervolgens bij kunnen verkopen met de dienst die we zelf hebben. Dus je hoeft niet altijd het wiel opnieuw uit te vinden. Zeker niet als iets als commodity is in de markt en op schaal uitgerold kan worden. Hoef je niet altijd zelf te doen. We gaan dus samenwerken met andere partners en gebruik het KPN partnernetwerk daarvoor om daarmee in contact te komen. Mooie tip. Ja. Dankjewel. Volgens mij gaan we dan naar jouw slide. Ja, we gaan, maar voordat we dat doen, heb ik nog twee vragen die ik even aan jou voor wil leggen. Specifiek over Microsoft 365 Business. Ja.
Eerste vraag is dan, is het klassificeren van gegevens als intern, zeg maar het meegeven van de tech van het is een intern document, mm-hmm. Is dat nu ook inbegrepen in die Microsoft 365 business variant? Ja, dus als ik me niet vergis is dat onderdeel van, nee, volgens mij zit dat niet in de business. Ik weet niet of je kan zien wie het is, maar daar gaan we op terugkomen. Die zie ik staan, dus ik zal de vraag meenemen. Oké, dus die pakken we eventjes offline. Ik zal zorgen dat die content voor de mensen die die vraag ook hebben bij jou komt, zodat jij hem achteraf kunt delen. Ja, super. Ja? Maar vooraf afgesproken geen moeilijke vragen, hè? Ja, ik heb nog één vraag. Ja. ik krijg al Windows 10 bij mijn nieuwe PC's. Waarom moet ik dan opnieuw betalen middels Microsoft 365? Ja, dus dat is een goede vraag die we vaker krijgen. Als je Windows 10 Pro hebt, is daar inderdaad geen argument. Maar als je nu Office 365, de prijs daarvan, als je die optelt bij EMS, zit je bijna aan de totaalprijs. Dan kan je net zo goed Microsoft 365 kun je verkopen. Ja. Daar zit voor jou als partner ook een profijt aan. Daar kom jij zo meteen bij als we het hebben over incentives. Ja. Maar we zien dat een groot deel van de klanten nog steeds Windows 7 draaien. Of je moet de stap willen maken naar de enterprise variant. Dus als een klant Windows 10 Pro heeft, of misschien zelfs nog Home, dat kan, hè. Dus als iemand Home heeft, is er sowieso een argument, want je gaat naar Pro. Mm-hmm. Nou, als je de stap wil maken naar enterprise, zou je bijvoorbeeld kunnen kiezen voor Microsoft 365 in de E-variant, dus de E3 bijvoorbeeld. Daar zit een Windows 10 Enterprise. Ja. Optie zit daar. Ja, met weer een aantal extra functionaliteiten. Maar ik zal daarvoor ook in de terugkoppeling verwijzen naar de spec sheets die daarvan zijn. Ik zag een hele mooie van de week voorbij komen. Volgens mij had jij hem ook online gezet. Met het vergelijk tussen alle Windows 10. Ze staat op mijn LinkedIn. Dus connect gerust op LinkedIn. Staat een mooi overzichtje van welke features er in welke versie van Windows 10 zitten. Mooi. Ja. Dankjewel alvast voor dit stuk. Ja. Dan gaan we naar de incentives. Ik heb daar FI20 bij staan. Nou, toelichting daar natuurlijk bij is Fiscal Year 20. En daarmee verwijzen we naar het fiscale jaar van Microsoft. Eigenlijk zoals Michel net ook aangaf. Bij Microsoft loopt dat fiscale jaar van 1 juli tot en met 30 juni. Gedurende die periode zijn er ook extra incentives te behalen op specifieke producten en diensten die er besteld worden. Mm-hmm. Nou, het doel van die incentives, focusdiensten stimuleren, wat natuurlijk een belangrijk onderdeel is. En ook partners de mogelijkheid geven om gezamenlijk marketingactiviteiten op te starten. Yep. Wat daarvoor belangrijk is, zijn een aantal voorwaarden. En ik zal ook die stappen na deze webinar goed met jullie delen, zodat je daar zelf mee aan de slag kunt. En dat is op te delen in 3 stukken. Dus het hebben van een actieve MPN-ID, een Microsoft Partner Network ID, zodat je ook bij Microsoft bekend bent. In het bezit zijn van de juiste Microsoft competenties, goud of zilver. Ook daar kunnen we jullie bij helpen welke paden daar het beste voor bewandeld kunnen worden. Natuurlijk onboord zijn in de CSP Incentive Tool. En dat zorgt ervoor dat je jezelf aanmeldt om mee te gaan draaien in die incentives. Misschien wel mooi om even terug te pakken op die competenties. Dus we hebben een onderzoek gedaan onder 30.000 partners wereldwijd. Wow. En om te zien welk soort partner naar de meeste klanten gaat toevoegen. Ja. Kan toevoegen. En we zien dus dat zeker op Office 365 of Microsoft 365, dat daar het hebben van een competentie voor veel klanten een belangrijke voorwaarde is om ze aan te kunnen sluiten. Dus we zien partners die zo'n competentie hebben, even los van dat je er incentives mee kan verdienen, partners die zo'n competentie hebben, zijn over het algemeen in staat om meer klanten aan te sluiten, meer klanten aan zich te binden, dan dat partners zijn die competentie niet hebben. Dus het is niet alleen een check in the box om je competenties te krijgen, of om je incentives te krijgen, maar het is ook een manier om extra klanten te winnen. Ja, waardevolle toevoeging, denk ik. Dankjewel. Een aantal randzaken belangrijk om te weten is dat de incentives rechtstreeks door Microsoft aan jullie worden uitgekeerd. Dat proces loopt een beetje buiten ons om. Dus dat is iets wat echt rechtstreeks met Microsoft gaat, waarbij we jullie natuurlijk wel kunnen helpen. Dus dat doen we ook graag. Mocht je daar vragen over hebben, contact me even of bel met onze cloud support afdeling. Ook nog even goed om toe te voegen is vanaf Q3, dat is dus januari 2020, ik moet even de rekening maken naar jullie fiscale jaar, wordt er een co-op component toegevoegd. Dus wat je nu ziet is dat de incentives volledig worden uitbetaald en daar komt een verdeling in, dus een deel wordt nog rechtstreeks als partner uitbetaald en een deel wordt uitbetaald als zijn een co-op budget, waar je dus ook echt, en jij kunt dat wel beter toevoegen dan, uitleggen dan ik, dat er ook echt gezamenlijke marketingactiviteiten achter moeten zitten. Toevallig krijgen we er net een vraag inderdaad over binnen van, wat is dat dan, dat co-op en wat kan ik daarmee? Co-op is co-marketinggeld. Dus dat betekent dat we gezamenlijke marketing dingen kunnen doen, waarbij vaak 50% dan betaald wordt door een partner vanuit co-op en die andere 50%
middels funding vanuit Microsoft en via het KPN Partner Network geregeld kan worden. En denk daarbij aan gezamenlijk organiseren van events. Misschien wil je nog mailshots doen. Misschien wil je account-based marketing doen op een platform zoals LinkedIn. Dus wederom partnercenter bij die verkoopkansen. Misschien zeg je wel, hey, ik wil die klanten nu targeten. Ja. Account-based marketing doen op LinkedIn. Dan kun je dat geld daarvoor gebruiken om die activiteiten samen te doen. Dus het is geld om gezamenlijk marketingactiviteiten te doen. Misschien kan je een webinar opnemen, zoals deze. Mooi idee. Om eens te vertellen aan die set aan klanten die nu nog Windows 7 hebben, waarom ze de stap moeten maken naar Windows 10 en hoe ze dat dan kunnen doen. Ja, als we daar dan ook een goede spreker voor kunnen regelen, Michel, dan denk ik dat partners dat heel graag willen gaan doen. Ja, oké. Ja, mooi. Ik ken er wel een. Jij. Ja. Nou, als we dan naar de incentives zelf gaan, dan kunnen we even doorpakken op wat je net al vertelde. Hè? Microsoft 365, daar ligt de kans. Wat je hier je ziet, het zijn twee tabellen. Er zit een kleine splitsing in, omdat er een onderscheid is gemaakt in jullie incentives in het eerste kwartaal, dus juli 2019. Tot oktober 2019. En dan zie je, en ik ga het kort toelichten, en uiteindelijk zal ik jullie ook het hele slide deck doorsturen waar Microsoft het volledig in beschrijft. Maar wat je ziet is dat er core incentives zijn. Dus incentives die uitgekeerd worden op specifieke producten en diensten. Dat zie je hier staan voor Office 365, 6%. Daarbovenop, daaronder zie je Microsoft 365 staan, 8%. En dat is 8% van de bruto licentieprijs die uitgekeerd wordt in een incentive. En daar zitten ook weer wat mechanismen achter, zodat je dat nog verder kunt ophogen. Dus je ziet daar de CSP Customer Ad Accelerator staan. Nieuwe klanten die je toevoegt, als ik hem even plat sla, met een aantal voorwaarden daarbij. Nieuwe cloud klanten zijn dat. Dus als je een klant overneemt van een andere partner, dan is dat geen Customer Ad, geen toegevoegde klant. Maar als je een klant van nog on-premise brengt naar de cloud, is dat inderdaad een Customer Ad. En dan vanzelfsprekend in CSP. Ja. En de Global Strategic Product Accelerator, een hele mooie bewoording. Ja. Maar uiteindelijk zeg maar, wij jullie specifiek extra op stimuleren. Ja. Nou, in dit geval zie je daar Microsoft 365 bij staan in de verschillende varianten en Office 365 Business Premium. Ja. Dan wordt er bovenop die 6 of bovenop die 8% wordt er 2% extra toegevoegd. Ja. En dat gaat dus, en dat verhogen we dus vanaf ons tweede kwartaal. Ja. Dus vanaf oktober verhogen we dat. En nou, we zien dus ook dat wij ook de weg in slaan waarbij we jullie als partner extra willen belonen voor het feit dat je strategische producten verkoopt. Dat we geloven dat we daar meer waarde kunnen toevoegen aan de eindkant. Ja. En dus automatisch daar meer focus aan geven. Ja. Mooi. Nou, mocht hier vragen over zijn, stel ze gerust of zet ze naar ons op de mail. Dan zullen we daarop antwoorden. Als we dan doorpakken naar het volgende onderwerp. Ook meteen het laatste onderwerp voor vandaag. De Partner Agreement. Daar heb ik ook zeg maar, jullie eikslides even ingevoegd. Om het ook voor onze partners helder te maken. Ja. Daar gaat Microsoft het een stuk makkelijker maken. Ik denk dat dat de belangrijkste zin is die je daarvoor kunt gebruiken. Wat je nu ziet op het moment dat je Microsoft diensten levert. Of het Office 365 licenties in CSP zijn. SPLA licenties. Nou, je kunt daar nog heel veel type licenties aan toevoegen. Dan zijn daar heel veel verschillende overeenkomsten voor. Maar dat gaat samengevoegd worden tot één generieke overeenkomst. Nieuwe partners krijgen die aangeboden vanaf 1 september 2019. En het is de bedoeling dat alle overige partners die overeenkomst ook gaan accepteren voor 1 januari 2020. Dat is wel een belangrijke datum, want dat is ook het moment dat het echt gebeurd moet zijn om nieuwe licenties te kunnen bestellen in het CSP-model. Ja, dus dat is heel belangrijk. Hè? Dus je eindklant krijgt een nieuw soort overeenkomst, ze, waarmee ze akkoord kunnen gaan met een aantal voorwaarden. Maar ook als partner moet je er dus voor zorgen dat je die partner agreement hebt getekend. Want als je na die datum nog nieuwe seats probeert aan te zetten, dan kan dat dus niet. Ja. En dan kan je dus niet verder. Dus het is superbelangrijk dat je even zorgt dat die getekend wordt. Ja, en ik zal ook zorgen dat jullie daar een mailing van krijgen waarin we ook die verschillende stappen helder uiteenzetten. Daar ook de overeenkomst bijvoegen, zodat je hem rustig door kunt nemen. Maar ja, wat wij erin gezien hebben, is dat het vooral eenvoudiger wordt en dat het hele stapels met papier gaat schelen. Ja. En wat je ziet, en dat hebben we op de volgende slide nog weergegeven, is dat er eigenlijk gewoon een basisovereenkomst wordt gemaakt. En als daar ooit nog een keer aanvullingen op komen, wordt het ook netjes bijgevoegd. Zodat het ook voor jullie als Microsoft, maar ook voor onze partners en voor de eindklanten heel helder wordt wat er precies gebeurt. Ja, dus trouwens wel een vraag die je krijgt van, kunnen we dus, als we passen wel eens service terms aan, hè? Kan ik dan nog in de service terms waarvoor je akkoord hebt gegeven, dat is wat geldt. Dus er is gewoon een archief
Dus wederom, als je naar je favoriete zoekmachine Bing gaat, mm-hmm. en je zoekt daar op die agreements, dan kun je dus terugkijken in de tijd naar de agreements die de klant op dat moment heeft getekend. Ja. Hoe ze eruit zien en wat daar wel en niet in staan. Ja. Ja, ik heb nog een aantal andere vragen binnengekregen. Mm-hmm. Dit onderwerp, ik zorg dat alle informatie wordt verstuurd en ik pak dan toch even terug naar de incentives. Ja. En wat ik daar als vragen krijg, van, nou, hoe worden de incentives uitgekeerd? Ja. Bij mij weten ze tegenwoordig maandelijks. Ja, dus daar moet je me niet op vastpinnen. Ik weet dat het altijd één keer per half jaar was dat ze werden uitbetaald. Ja. Eén keer per half jaar. En dat is inmiddels gewoon een bankoverschrijving. Dus je moet daar zorgen dat je juist de gegevens in partnercenter staat. En dat je op het moment dat je akkoord gaat met die agreement. Ja. In die incentive tool. Dus je moet zorgen dat daar de informatie uit en worden die uitbetaald. Ik weet niet precies wanneer ze uitbetaald. Ja, ik geloof dat het maandelijks is geworden. Ik zal dat nog even goed uitzoeken en ook zo terugkoppelen. Ja. Andere vraag die ik krijg, die kan ik gelukkig zelf beantwoorden. Kunnen we de Microsoft 365 licenties ook in een externe hosted desktop gebruiken? En dan gaat het specifiek om de Microsoft 365 business licentie mm-hmm. met de shared computer activation die is toegevoegd. Ja, dat is inderdaad sinds even in mijn hoofd mei of juni jongleden is dat het geval. Vraag voor jou. Bij mijn weten mag je niet van Home naar Microsoft 365 Pro overstappen. Volgens mij hebben we dat onlangs aangepakt, maar dat is ook weer eentje waar we op terug moeten komen. Oké, okay, dus die pakken we even mee in de terugkoppeling. Ja. Dan de laatste die ik nu binnenkrijg. Zit er bij Microsoft 365 Business Licentie ook een licentie voor het besturingssysteem? En mag je die op meerdere devices gebruiken? Nou, volgens mij heb je die vraag beantwoord. Ja, dus in Microsoft 365 zit een Windows 10 Pro licentie. Die mag je, dus altijd, we werken met user licenties, dus dat is altijd voor de gebruiker. Dus dat betekent dat je niet voor verschillende gebruikers één licentie mag installeren. Super. Dan zijn we door de vragen heen. Mochten er nog nieuwe vragen binnenkomen, dan zal ik die nog oppakken. Dan wil ik jullie graag nog wijzen op het volgende webinar dat we gaan doen. En dat is, sorry Michel, een webinar die we pakken rondom een van de producten, diensten die we vanuit ons eigen portfolio leveren. OneBase, waar we tegenwoordig ook de mogelijkheid in hebben zitten om telefooncentrales te beheren. Mijn collega productmanager Leon Oud schuift daarbij aan. Die gaat jullie echt met een live demo laten zien hoe jullie deze applicatie kunnen gebruiken. En ook hoe je die applicatie door je klanten kunt laten gebruiken. De inschrijflink staat inmiddels open. Natuurlijk waar ik echt mee af moet sluiten natuurlijk is het aankomende evenement Vision X. We hebben de uitnodigingen daarvoor inmiddels verstuurd. Veel van jullie hebben ook al ingeschreven. Mocht je geen uitnodiging ontvangen hebben, stuur een mail naar marketing@rooted.nl en we zorgen ervoor dat je er op een van de 5 dagen 18, 19, 24, 25 of 26 september bij kunt zijn in Ede. En ja, Michel, volgens mij gaan we jou daar ook zien. Ja, dus ik ben inderdaad met jullie in gesprek om daar een heel gaaf plein te maken met bestaande, maar ook toekomstige Microsoft technologieën die we daar kunnen demoen aan jullie als partners. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik heb mooie foto's voorbij zien komen, dus het zou heel tof zijn als het ook allemaal echt gaat lukken. Ja. Ik wil je nogmaals hartelijk danken. Fijn dat je erbij wilde zijn. Helemaal goed. Jullie bedankt voor de kans weer om met al jullie partners te mogen praten. Kijk, nogmaals dank voor de aandacht en tot de volgende keer.